Het bestuur van het Fonds Voorziening in Ouderschapsverlof, FVO, werkt hard aan de operationalisatie van dit belangrijke fonds. Een belangrijke stap hiertoe is de aanstelling van Marijke Mangal als manager van het fonds. De arbeidsovereenkomst tussen haar en minister Stephen McAndrew is op donderdag ondertekend. Het FVO vloeit voort uit de wet arbeidsbescherming gezin die sinds 2019 in werking is getreden. Het fonds zou in principe al in november 2019 operationeel moeten zijn. De opdracht die de nieuwbakkenmanager heeft is om de nodige stappen te ondernemen om het fonds zo gauw als mogelijk operationeel te hebben, waardoor een aanvang kan worden gemaakt met de betaling van ouderschapsverlof. Minister Stephen McAndrew heeft op donderdag een tripartiet monitoringscommissie opgericht, welke als focus heeft de veiligheid, gezondheid en het welzijn van werknemers bij Nieuwmond. Het in het leven roepen van deze commissie is een verplichting die voortvloeit uit de Delfstoffenovereenkomst, welke met het bedrijf is gesloten. De commissie moet de minister op gezette tijden rapporteren over de veiligheid, gezondheid en welzijn van de werknemers van dit bedrijf.